Is dat een Supra? Ja, het is. JDM is ook natuurlijk Fast and the Furious. En dit zijn de originals. Kijk, kijk, kijk. Jongens, good morning en welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag wordt Todos Finale en het is vandaag Japfest. Wij zijn onderweg naar Assen. Kijk, we hebben natuurlijk de heerlijke Nissan GT-R bij, nog een heerlijke Nissan GT-R bij, nog een heerlijke Nissan GT-R bij. En dit is een Beamer met Japanse onderdelen, denk ik, maar die gaat ook mee. Vertel even, welke Japanse onderdelen zitten er allemaal op jouw Beamer? Want we zijn onderweg naar Japfest. Japanse viertakt uitlaat. Ja, ook toch? Ja, Japanse viertakt, Japanse sensoren, ja, voor het parkeren. Japanse. Ja, Japanse nummerplaathouder. Japanse knipperlichten. Japanse knipperlichten. En vergeet die Japanse spiegels. Vet, hè? Super gaaf, man. Japans embleem. Maar we zijn in ieder geval onderweg naar Japfest, dus het wordt weer helemaal Todos Finale. En ik ga jullie meenemen en jullie gaan het ook meemaken, dus stay tuned. God damn, ik weet niet of jullie het kunnen zien, we haken hier net in op... Hou je mond, gek ding. Ik ben aan het praten. Dan rijdt hier gewoon een fucking dikke NSX. Kijk dan toch, dit is echt vet. En we moeten er hier af, dus ik moet helaas de afslag pakken. Maar echt jongens, dit is gewoon een NSX, hè. De spot in het wild. Wow, dat is lekker! Oh, heerlijk! Wat een wagen! Zo mooi! Oké, okay, jongens, dit is echt Todos Finale. Niet normaal, wat een drukte. Er zijn gewoon te veel auto's. Dus ik rij nou eventjes organisatie 402, fantastisch. Ik rij even met Stijn mee. Naar de paddock waar ik in ieder geval moest staan. Samen nog een paar GTR's. Maar het is echt knijters druk, jongens. Niet normaal. Wel heel erg gaaf, toch? Dit is waar we naar uitkeken. Dit is Assen, dit is Japfest. Alleen maar JDM. Niet normaal. Geweldig. Ik heb dezelfde vlogs door elkaar, hè? Ja. Contravlog. Ja, maar dat wou ik dus net vragen, want ik heb er straks al een BMW gezien. Die hebben dus Japanse parkeersensoren. Wat heb jij Japans erop zitten? Japanse ventieldopjes. Ja. Niet normaal, jongens. Wat een lawaai. Vertel het maar. Hij is van mijn vader. Nee, oké, maar ja. Vertel het maar. Wat is hier Japans aan? Ja, ja. Vering. Ja, Japans. Japans, ja. Ja, klopt. Japans vering. Dat was het, of? Het is eigenlijk gewoon wel Japanse auto benzine. Laat ook achterin zag ik. Ja, ik weet niet wat het was, maar... Een Japanse derde remlicht. Ja. Alibaba. Zo jongens, voor degenen die hier niet aanwezig zijn geweest of nooit zijn geweest, het is hier groot, niet normaal. Ik ben nu helemaal naar de andere kant van het circuit gegaan, dus kijk, aan die kant daar is waar mijn auto staat, zeg maar. Dan heb je aan die kant heb je nog helemaal auto's staan, aan deze kant heb je allemaal auto's staan. Het lijkt hier wel één grote meeting aan deze kant van het terrein, dus zeg maar het tunneltje om door linksaf. Super gaaf om even te zien. Ik zal eens even kijken of ik een klein stukje kan filmen terwijl ik hier eventjes langs rij. Echt heel veel auto's hier. Motorkapjes lekker openstaan. Alles is JDM natuurlijk, dus heel veel Honda. Geweldig. Bizar hoe groot het hier is. En dan wat ik zeg, daar helemaal achteraan staat het ook nog helemaal vol. Ongekend. Allemaal verschillende soorten autoclubs ook bij elkaar. Heerlijk om het helemaal te zien zo. Kijk. De meest bizarre auto's zul je allemaal tegenkomen hier. Kijk. We zijn nu even op een heel leuk stukje uitgekomen. Hier staat gewoon een super strakke uit Duitsland S2000. En als we dan toch nog rondkijken zo, staan er een paar Mazda's en alles. We komen in één keer aan bij een groepje uit Duitsland met GTR's. Hoe dik is dit, jongens? Even uit ons buurland. Allemaal GTR broeders. Kijk jongens. Whitebodied. Dit is zo super dik. Lekker hè. Hier dan het nieuwere model. Hier nog een oud modelletje. Hier nog een paar S'jes. Kijk eens wat die Louvre vinden hier. Dit is ook wel dik hoor jongens. Rechts gestuurd ook. Heel gaaf gedaan. Laat weten onder de comments wat jullie hiervan vinden. Zo, en dus rijd ik nu gewoon lekker op mijn step. Ik ben zo blij met dat ding, want zonder gein, anders moet ik hier helemaal lopen. Hey, helemaal geweldig. Maar kijk, ik ben even langs de parking afgegaan. Op de parking staan ook leuke auto's in ieder geval. Oh, hier is ook nog getuned. Ja, ik zie hier nog een paar mooie kontjes van auto's. Toch wel gaaf dat ook getunede auto's hier gewoon nog lekker op de parking staan. Ook leuk om even te zien. Maar ik ga nou weer terug onder het tunneltje door en gewoon lekker genieten van de show. En toch, iets wat ik eigenlijk al best wel vaak heb willen doen. Met de step onder de TT-tunnel door. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Even kijken of ik hier een refie kan gooien. Dat is toch humor. Ga ik dan op de step. Onder de tunnel door, op de step.
Ik vind het echt goud om te doen. Wat staat hier nou weer voor iets? Full custom build bad boy. Hij is te kopen in ieder geval. Leuk ding. Zo jongens, daar gaan we dan. We gaan heel even op het circuit een klein showtje geven. De auto staat nog niet helemaal warm. Dus ik doe nog heel even een beetje rustig aan. Daarna gaan we als het goed is ook nog een klein rondje rijden. Denis die heeft natuurlijk weer zijn super dikke, te gekke achterlichten aanstaan. Ik vind dat altijd dik. Super gaaf. Is dat een Supra? Yeah, it is. Echt super gaaf. We gaan eens even kijken bij de rest. Supervet, kijk dit eventjes breed zijn en de stens eronder hebben hangen. Hij is goud man, dat is goed. Echt gaaf. Dit is echt leuk. Wat een fuck. Oh, cabriootje zet. Die zie je ook niet vaak. Ook wel lekker man, lekker. Absoluut. Wat een fuck. Dit is lekker. Oké jongens, ik moet jullie natuurlijk heel even meenemen, want JDM is ook natuurlijk Fast and the Furious. Jullie hebben natuurlijk Fast X de laatste keer gezien. Maar het is allemaal begonnen met de Fast and the Furious. En dit zijn de originals. Kijk, kijk, kijk. Dit is toch gaaf. Vin Diesel erop. Heel dat interieur ook super vet. Echt heel gaaf. Het zijn al wat oude auto's natuurlijk inmiddels. In de film lijkt hij wel groter. We hebben deze. Even kijken of die bodemplaat eruit is geklapt. Nee, die zit er nog in. Super vet. Paul Walker op de zijkant. Kijk, deze is natuurlijk de meest bekende Supra. Ook wel heel erg vet. Alles erop en eraan. Blauw stuurtje, alles erop en eraan. En dan hebben we hier Suzuki's auto. Uit Fast 2 is dat. Fast and Furious deel 2. Ik vind dat zo een hele vette bak ook. Kijk, als ik nou moet kiezen, staan hier nou 4 wagens op een rij. Maar als ik van deze 4 auto's zou moeten kiezen, even niet gekeken naar de kleur. Ik ging voor de Honda S2000, maar dat heeft er gewoon mee te maken dat ik een Honda S2000 echt super gaaf vind en zeker weet wat ik daarmee ga doen. Oftewel, ik maak daar echt gewoon iets speciaals van. Kijk, deze vind ik ook wel super vet. Gewoon één koplamp open, één kleintje dicht. Kijk dat deurpaneeltje, die interieur, joh. Super gaaf gedaan. En dan ook nog eens een keertje die plank op het dak. Ik hou daarvan. Oh, dit is ook wel gaaf gedaan. Gewoon een kleintje bovenop. Leuke kleur. Ziet er goed uit. Deze kleur is ook fantastisch. Kleine verbreding op de wielkasten zitten. Echt heerlijk. Dikke roze wielen eronder. Hele gaaf, goede stands eronder. Echt super vet. Jezus, hé. Wie heeft dit nou weer voor elkaar gekregen? Nou. Kom je nou niet gewoon even naar de wc gaan? Of ze naar de wc op mijn auto gaan zitten schijten? Doe je het niet. Dit is zo ba. Echt. Joffrey, ik wil een nieuwe rap. Hij zit onder de schijt. Kijk, kijk, kijk eens. Ah jongens, wat een lekkere opkomst. Daar we dan, met z'n allen. Hoi! En ondertussen lopen wij hier gewoon over het circuit. Want we hebben gewoon één nadeel. We moeten wachten op hun. Ik zie wel dat ze nou weer een stukje naar voren gaan rijden. Dus wij gaan ook weer een stukje naar voren rijden. Hopla. Zo'n lawaai! Wat de fuck is dat dan? Dat klonk best wel luid. Geen idee wat dat was. Wie is er nou aan het reffen dan? Lekker bezig bro! Niet normaal nou, dat geluid. Hey, kom, ik heb die witte skyline. Ik moet die even kijken. Bam! Die kennen jullie allemaal. Dream Chasers. Zit je lekker? Ja. Als je nou eens met je handen naar voren zet, dan kan het sturen. Ja. Goed bezig. Zo, en dan... Kijk. Dit is hem. Dit concept hebben wij het over gehad. Hier hebben wij het over gehad. En wie weet in het bespaar er niet thuis, maar ik kan je wel vertellen, hij is te huur. Hij is te huur. Dat staat er al op, zoals je hier kan zien, huur. Ja, vet hè. Gewoon Dream Chasers en dan kun je hem gewoon huren, man. Ja. Goed bezig, man. Ja, lachen toch? Dit is wel echt een droom ook weer, hè? Ja, hè. Weer die ding, die nog niet helemaal uitkomt, gewoon. Echt super vet. Dus als iemand een keer in die auto gaat rijden, het kan hè? Het kan. Zeker. Dream Chasers, ik zal het ook onder de video even vermelden. Ik heb van een belangrijke man geleerd. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. Precies dat. Ik ken die meneer ook. Ja toch? Hij is iets breder dan mij. Hij is iets breder, hij is groter dan mij. Ja. Hij is ons bij elkaar zo hè? Ja. Ik heb snel de auto, man. Ik moet nou snel naar de auto, want we moeten zo meteen even een refshowtje gaan geven.
Dit was weer gaaf natuurlijk. Even snel. Eventjes een kleine ref battle. En wat zien jullie achter mij? Volle tribunes, jongens. Volle tribunes. Kijk eens. Heerlijk. Jongens, en ik moet jullie zeggen, waarom staan wij hier op dat blauwe plaatje? Gisteren was het bij Beamerfest, dus een BMW met een screamerpipe naar beneden en die heeft een screamknife. Verneukt, lachen, whatever. In ieder geval kapot. Dus daar mogen we niet met z'n allen daar staan helaas. Maar dat geeft niet, we staan hier op een blauwe plaat. Best wel lekker naast elkaar. Best wel leuk, toch? Vette jongens, vet hoor. Volgende! Geen woorden voor. Kijk die dikke vette Miata ook, zo geweldig. Heerlijk. Ah, wat een plaatje. Wat een plaatje. Vet hoor. Dat is dus een Starlet. Heerlijk. Het carbon ook wat hierop zit, jongens. Kijk even. Dit is echt mooi aangepast. Schaaf. Hoe vet is het om zo'n pacecar te rijden, jongens. We gaan er achteraan rijden. Dus er wordt gereft, maar ik heb gewoon geen zin meer. Ik heb al zoveel gereft vandaag. Laatste mensen die nog weggingen en voor de rest was het gewoon ik kan alleen maar zeggen geweldig. Dus ik ga weer instappen, ik ga lekker onderweg naar huis. Vergeet niet de video te liken, door een duimpje omhoog te doen, eventjes te abonneren met het belletje alsjeblieft.
Eigenlijk zou zeggen, ik zie je de volgende keer weer in de volgende vlog. Stay tuned. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Je rijdt nog wel op winterbanden, heb je dat door? Nou, in Nederland weet je maar nooit. Oké, die vind ik wel het beste antwoord ever.